Breda Nu. Je weet het meteen. Zondag 24 juni werd de wedstrijd tussen Nederland en België gespeeld op de Champions Trophy in Breda. Wij gingen vragen aan het publiek wat ze allemaal van deze wedstrijd verwachten. Wat verwacht je vandaag van de wedstrijd? Ik denk wel dat Nederland gaat winnen. Met hoeveel precies? Ik denk 3-0. 3-0 maar liefst? Ja. En wie gaan er allemaal scoren? Dat weet ik niet. Weet niet. Wat dachten jullie? Lekkere moeder-dochter dagje naar de hockey toe? Ja, nou ja, zij had kaarten gewonnen. Waar had je kaarten gewonnen? Via Facebook volgens mij was dat. Vanuit Push is dat. Ah, hartstikke leuk. En... ja. Hebben we er dan ook een beetje zin in? Jazeker, ja. Zeker. Heb je geoefend op het Wilhelmus? Nee. Zeg meiden, zitten jullie ook allemaal op hockey? Ja. En wie is de beste? Ja. Waarom zijn jullie hier? Moeten jullie niet kijken hoe de concurrenten het op het WK voetbal doen? Nee, want hockey interesseert ons meer dan voetbal. Hockey is veel leuker? Ja. Maar nou heb ik net heel veel Nederlanders gesproken hè? En je zei allemaal 3-0 Nederland, 2-0 Nederland. Laat ik zo zeggen, niemand zei dat België ging winnen. Ga ik hier een ander antwoord horen? Ja, België gaat winnen natuurlijk. Met hoeveel? 3-0. Ja. Dat is redelijk overtuigend. Het is weer anders één puntje. Ja. Where are you from? France. France. And why are you here? Just to enjoy the hockey. Hockey. But France isn't playing at this time. Yes, I know. But still a fan and a spectator. So that's a good reason. Jullie hebben hele mooie oranje shirtjes aan. Vooral jullie twee. Waar komen ze vandaan? Ja, van de hockeyclub Push. En jullie hebben kaarten vanuit de Push gekregen? Ja, vanuit de Business Club. Vanuit de Business Club. En hebben we er een beetje zin in? Ja, zeker, zeker. Heel veel zin, heel veel zin. Kijk, dat klinkt heel enthousiast. Ja. U heeft een hele mooie hoed op. Dus ik neem aan dat u voor België bent. Hoe klink ik? Als een Nederlander of een Belg? Ja, dat is dan toch wel heel raar. Weet u zelf ook wat de volgende vraag is? Ja, nee, ik woon en werk al meer dan 20 jaar in Brussel. Dus ik ben een beetje verbelgd. Maar ik wil eerlijk zeggen dat alleen de hoed is. Ik zal juichen als Nederlands scoort. Ik zie jullie heel fanatiek met een hockeystick bezig. Maar jullie hockeyen zelf dus ook? Ja. En waar hockeyen jullie? Bij HCB. Maar zijn jullie een beetje goed? Ja. Nee, ja hoor, we spelen bij de D1. Dus over een paar jaar staan jullie hier op dat veld te spelen? We hopen het. Ik weet het al zeker. En we gaan het horen vandaag. Ik denk 3-1 voor Nederland. Ja, ik denk ook wel zoiets. En wie gaan er scoren? Pruisjeer de 2 en ik denk 7 van As bij strafcorner nog één. Ik denk een nipte 2-1 overwinning voor Nederland. Tricky question, no idea. Let's go for a draw. 2-0. 2-0. Iemand hoger? 3-0. 3-1 hoor ik hier. Maar we gaan wel winnen. Ja. En hoe hard gaan we dan juichen? Heel hard. Zullen we het één keer voordoen? Ja. Oké, 3, 2, 1. Breda Nu. Je weet het meteen.